We komen net bij THQ vandaan en zijn er aan de slag geweest met Saints Row 3. Ja, Saints Row 3. Eigenlijk is het Saints Row the Third natuurlijk. Je moet wel goed zeggen. Sorry hoor. In ieder geval Saints Row the Third. Ja, de vorige Saints Row's waren al niet al te serieus. Maar nu gaat het echt helemaal over de top. Ik heb mezelf eigenlijk niet gezien. Ik heb wel deel 1 toen gespeeld. Die vond ik heel erg tof. Maar deel 3. Geef eens even een korte impressie. Wat vond je ervan en wat heb je precies gezien? Nou, ik moet zeggen dat ik het heel erg leuk vond en dat had ik absoluut niet verwacht. Ik had Saints Row 1 nooit gespeeld. Deel 2 ben ik echt pas aan begonnen in verband met de Gamescom. En het is inderdaad over de top. Ook nu weer. Je moet het niet te serieus nemen. Er komen allerlei grappige opmerkingen in voorbij, grof taalgebruik. En je ziet het ook in wapens. Op een gegeven moment liep je op straat en ik had een of andere octopus ding? Ja, zo'n octopus wapen, zo'n gun met daarop een octopus en dan kun je zo schieten en dan kwam de vloeisel uit. Dan schiet je een octopus? Nou ja, een van de vloeien. Inkt. Ja, iets. Okay. Iets dat erop leek. In ieder geval was het zeg maar totaal niet realistisch. Sowieso ook de actiescène waar ik in beland was totaal niet realistisch. Je gaat met 4 mensen een bank over of een bank beroven. Je wil die kluizen hebben. Iedereen die zet zo'n fout masker op. En het is echt totaal niet serieus, gewoon heel cool. Ja, maar dat is een hele andere directie dus dan deel 1. Ik had toen deel 1 gespeeld, dat was een beetje GTA wannabe eigenlijk, leek het een beetje op. Maar nu is het totaal eigenlijk, de vergelijking is niet meer te maken. Nee, klopt. Ik heb dat inderdaad ook meegekregen dat Saints Row vergeleken werd met GTA en nog steeds. Eigenlijk was het bij deel 2 al zo dat het gewoon een stapje verder ging. Daar werd het onderscheid groot tussen GTA en Saints Row. Maar deel 2 vond ik een beetje tegenvallend, dat het heel erg buggy was. Was niet echt allemaal afgewerkt en zo. En dat hoop ik dat ze dat bij deel 3 wel beter gaan doen. Ja, nou, het is te kort voor mij om daar nu al wat over te zeggen. Wel wil ik één ding zeggen wat absoluut opvalt. Grafisch kan Saints Row the Third niet meekomen met de echte toppers, maar het is veel beter dan deel 2. En dat is echt iets om te noemen, want als je nu Saints Row 2 erin stopt, ziet alles er heel erg gedateerd uit. En dat doet deze game niet. Ja, maar we zitten natuurlijk een paar jaar verder, dus dat is wel logisch. Tuurlijk. Nee, goed, zo'n free rooming game, weet je, het gaat om de lol, de graphics, dat kan me eigenlijk een beetje gestolen worden. Nou, mij niet. Ik bedoel, als ik iets wil gamen, ook al is het onrealistisch, dan wil ik eigenlijk wel dat het leuk oogt. Weet je, als je een granaat gooit, is het boem, vuur. En dan moet je niet zoiets hebben van, wat gebeurt er? Ja, wat ligt daar? Wat heb je nou meer nodig dan vuur? Nou ja, gekke wapens, octopuspul, noem het maar op. Okay. Maar die missie, dus je hebt alleen die bankmissie gezien? Eigenlijk, daarna ging ik nog een stukje verder. Okay. Kon ik op de map drukken en wat dingen selecteren. Ja. Dus wat ik gedaan heb, ik had een ventje, die heb ik allemaal tattoos gegeven. Een tattoo is het nek, Want het customizen gaat heel erg ver, hè? Want je kon ook je auto's kun je volgens mij customizen. Zou kunnen, weet ik niet zeker. Okay. Ik weet wel dat je zeg maar in deel 2 al naar de plastische chirurg kunt gaan. Dan kun je, als je man bent, kun je toch weer vrouw zeggen worden. Van, ik wil vrouw worden inderdaad. Ja. Nou, in deze game kun je dat ook continu maar veranderen. En ik zag al wel dat die tattoos, dat gaat echt wel verder. Ik bedoel, wil je 1 op je been, wil je de 10 op je been, wil je 1 in je nek. Het kan allemaal. Het begint wel erg vol te raken dan. Ja. Ja, nou ja. Okay. Zo krijg je stoere gangsters toch? Maar hij komt uit in november volgens mij. En volgens mij ben je al aardig enthousiast. Ik ben heel enthousiast en dat had ik absoluut niet verwacht. Dan gaan we daar in november meer van zien. Yes. Saints Row, the Third. The Third, ja. Ik ben veel groter dan Rox. Kut, hè?